twee goblins, één doel. 20.000 jaar geleden waren er twee goblins, genaamd Cyberbrian en Sipke. Ze waren goede vrienden van elkaar en deden alles samen. Tot op een dag Mirkareb langskwam en hun ouders meenam. Hij zette hun ouders in één kooi. Alleen de kooi was zo klein dat ze elkaar bijna doodduwden. Hun ouders werden gewoon voor hun eigen ogen gemarteld en ze werden gewoon gedwongen om naar hun te kijken. De twee goblins hadden woede in hun ogen en konden er niet meer aan. 10 minuten later waren hun ouders dood. En toen waren de twee goblins aan de beurt. Mirkareb beveelde zijn mannen om hun tongen af te snijden, zodat ze niet konden vertellen wat er was gebeurd. Toen dat was gebeurd, renden de twee goblins weg en zijn ze nooit meer teruggekeerd. 10 weken later kwamen ze een strijder tegen, genaamd Isaac. Hij vertelde hun dat hij de grootste strijder is van Malino. Isaac kwam er al snel achter dat ze niet meer konden praten en dat hun tong was afgesneden. Dit kon voor hem maar één ding betekenen. Kareb. Nadat Isaac dat wist, gingen ze met elkaar optrekken en trainen om een einde te maken aan Mirkareb.